Reden nummer 1 is groepsimmuniteit. Als een grote groep mensen zich laat inenten, ontstaat er een groepsimmuniteit. Maar, dat wil ook zeggen, de groep die zich niet laat inenten, wordt ook beschermd door de groep die zich wel laat inenten. Dat is een win-win situatie eigenlijk. Nummertje 2 is beter voorkomen dan genezen. Liever een prikje in de arm dan 5 keer naar de dokter moeten of in worst case scenario naar het ziekenhuis moeten. Niemand wil. Iedereen wil alleen maar zijn familie, grootouders, vrienden terugzien. Maar dat kan enkel met een vaccin, want anders zullen weer clusters van het coronavirus ontstaan bij je eigen vriendengroep of familie. En nummertje 3 is, je lichaam krijgt veel meer weerstand tegen het virus. Wel, in elk celletje van je lichaam komt het coronavirus binnen. Dat wil zeggen, als het coronavirus je lichaam wil binnendringt, dan weet je lichaam direct goed te reageren tegen het virus. Buiten als je geen vaccin gekregen hebt, weet je lichaam niet goed te reageren en duurt veel langer tegen dat je immuunsysteem gaat werken tegen de virusdeeltjes die binnenkomen. Dus wees objectief en zoek op internet eens informatie op. En baseer daarop of je een vaccin wilt of niet. Kijk, dankjewel om eens te luisteren en beste en salutjes hebben.